Normaal gesproken vind je bijen in de natuur. Maar hier op het industriegebied bij de Waal staan ze op het dak van een bedrijf. We hebben gekozen voor bijen op ons dak, omdat wij al jaren heel veel met duurzaamheid bezig zijn. Zonnepanelen, we zijn van het gas af, A++ label voor ons gebouw. We wouden kijken naar de volgende stap, waar niet alleen wij iets aan hadden, maar ook echt de hele gemeenschap. En toen kwam bijen op ons pad. Nou, bijen houden in stedelijke gebieden, dat gaat eigenlijk heel goed. Soms wel beter dan op het platteland, omdat er veel meer diversiteit aan bloemen en aan voedsel is te vinden in een stad. Op een platteland heb je toch vaak meer monocultuur, dus dat er echt van de gewassen maar één soort groeit waar de bijen dan op vliegen. Bijen zijn absoluut niet gevaarlijk voor mensen, voor niemand eigenlijk niet. Het zijn vegetariërs, dus ze eten eigenlijk alleen maar honing en stuifmeel. Of nectar en stuifmeel moet ik eigenlijk zeggen. Het wordt veel verward met de wesp, wat een roofinsect is. Zijn ook niet gevaarlijk, maar wel irritant omdat ze bij je eten en bij je drinken gaan rondvliegen. Kijk, je ziet hier een bij met stuifmeel op de achterpootjes. De medewerkers hebben totaal geen last van de bijen. De bijen bevinden zich echt dichtbij waar iedereen pauze houdt. Maar bijen die vliegen echt 3 kilometer rond het gebouw. En als je rustig blijft, echt totaal geen last van. Een bij leeft in de zomer ongeveer 4 tot 5 weken. Je hebt ook nog winterbijen die leven wat langer, omdat die eigenlijk niet de kast uitvliegen om voedsel te halen. Dus een winterbij ongeveer 4 tot 5 maanden. We zitten nu ongeveer op de kentering van het seizoen. De zomerbijen en de winterbijen die wisselen nu een beetje van de wacht. Dus dat wil zeggen dat de koningin legt nu alleen maar eitjes. En dat worden winterbijen die zeg maar in de kast blijven. Nou, gemiddeld produceert een bijenkast tussen de 8 en de 12 kilo honing per jaar. Het ligt natuurlijk heel erg aan de weersomstandigheden. Of het droog is, of het nat is, of het koud is, of dat het warm is. Dus dat varieert heel erg. De honing van de daken van Eki, dat krijgen zij. En als cadeautje voor het plaatsen van deze kasten. Kijk, als bedrijf moeten we allemaal verduurzamen. Daar zijn gigantische investeringen mee gemoeid. Het verduurzamen van je pand, maar ook zonnepanelen. Bijen is eigenlijk een hele makkelijke manier waar je met een relatief kleine investering wel een hele grote impact kan hebben. Einstein heeft ooit een keer gezegd dat als de bij uitsterft, dat de mensheid nog maar 4 jaar te leven heeft. Dus volgens mij heeft Einstein nog nooit ongelijk gehad.